Daily Minutes nummer 1597 met een uitzending voor vandaag 17 april 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag heb ik weer een deel uit een nieuwe serie over antennes. Daarnaast heb ik een voorproefje van een tekst uit de nieuwe podcast, DM-podcast, die ik aan het ontwikkelen ben. Die podcast die gaat niet alleen over de zendhobby. Dit is deel 4 van de serie over antennes, de nieuwe serie over antennes. Ik wil met deze serie wat meer bijzondere antennetypen behandelen. Begonnen ben ik met de Beveridge antenne. Vandaag begin ik met de behandeling van een ander type bijzondere korte golfantenne, de Rombic antenne. Rombic betekent overigens ruit en dat is wat het is, een ruitvormige antenne. De Rombic antenne is een breedbandige richtantenne voor de korte golf met een relatief grote versterkingsfactor. Hij is tegelijk erg eenvoudig van opzet. De uitzendingen die ik de afgelopen weken op 9625 heb gedaan vanuit de VS bij WIMB, die vonden plaats met een Rombic antenne met 20 dB gain op die frequentie. De Rombic antenne, Rombic schrijf je met een H achter de R, is in 1931 uitgevonden door ene Edmund Bruce en Harold Friis. Friis schrijf je met twee keer de letter I. Een rombic bestaat uit één of drie parallele draden aan palen boven de grond gespannen in een ruitvorm, ofwel een diamantvorm genoemd. De vier hoeken van de antenne worden daarbij door middel van isolatoren aan een viertal masten bevestigd. De lengte is niet kritisch, gewoonlijk worden 1 tot 2 golflengtes groot gebruikt. De horizontaal opgestelde ruit straalt het signaal horizontaal gepolariseerd met een lage opstraalhoek richting horizon. Bij een ruitvorm heb je twee hoeken met een grote hoek en twee met een kleine hoek. In één van de twee hoeken met de kleine hoek wordt net als bij de Beveridge antenne een weerstand geplaatst en aan de andere zijde komt op de kleine hoek de voedingslijn, indien nodig met een aanpassing. De kant waar de weerstand zit is de richting weer waarin de antenne straalt. De voordelen van deze antenne zijn de eenvoud, de grote versterking van de antenne en de grote bandbreedte. Anders dan bij de Beveridge antenne worden deze antennes ook gebruikt om mee te zenden. Voeding van de Rombic antenne moet gebalanceerd gebeuren, dus als het met coax is moet er een balloon worden gebruikt. De zijde van de weerstand wordt in sommige gevallen ook opengelaten en de weerstand bij deze en andere antennes zoals de Beveridge moet natuurlijk een inductievrije weerstand zijn, maar dat zal voor zich spreken. Het richteffect van de antenne is er alleen als de weerstand gebruikt wordt, zo niet dan straalt de antenne in twee richtingen, waarbij die twee richtingen vanwege verliezen in de bodem meestal niet symmetrisch zijn. De lage opstraalhoek maakt de antenne ideaal voor gebruik op de korte golf over grote afstanden. Die opstraalhoek is overigens afhankelijk van de opstelhoogte van de antenne en die ideale hoogte verandert ook met de gebruikte frequentie. Daarnaast hangt de openingshoek van de antenne en daarmee de versterking af van de lengte van de draad. Ook dit verandert dus met de gebruikte frequentie. De Rombic wordt overigens niet alleen voor de korte golf gebruikt. In de begintijd zag je ze in het buitenland ook voor de ontvangst van UHF-televisie, ook al vanwege de grote bandbreedte van dit type antennes. In de volgende aflevering gaan we verder over de Rombic-antenne. En de nu volgende tekst is alvast een voorproefje van de nieuwe podcast DM-podcast die ik aan het ontwikkelen ben. Mensen vragen me regelmatig waarom ik vegetariër ben. De meeste mensen denken als ze dat horen ook direct dat ik ze wil bekeren tot het vegetarisme, maar dat is niet zo. Natuurlijk zou ik het toejuichen als meer mensen vegetariër zouden worden, maar ik ben absoluut ervan overtuigd dat iedereen het recht heeft op zijn eigen standpunt en wie ben ik om het dan beter te weten dan die ander. Het is lang geleden dat ik hier voor het eerst over nadacht. Het was mijn eigen vader die toen ik nog bij mijn ouders woonde over het dierenleed begon en me daarmee aan het denken zette. Ik was nooit een groot fan van vlees, dat maakte het natuurlijk ook gemakkelijk om vegetariër te worden. Een arts beval ooit aan dat ik maar biefstuk zou moeten eten. Mijn ouders namen dat serieus. In die tijd waren mijn gezondheidsproblemen nog niet zo bekend en ik had in die tijd altijd een gevaarlijk laag lichaamsgewicht. Ik zat meestal onder de 60 kilogram en dat bij mijn bijna 1,90 meter lengte. Ik kreeg sindsdien vaak biefstuk en ik kreeg het grootste stuk. Ik denk er nog steeds met tegenzin aan terug. In die tijd had ik een ongekende eetlust, maar van biefstuk was ik toch geen fan. Wat ik vaak wel lekker vond, dat waren de tartaartjes die we overigens ook op advies van een andere arts aan een van de gezinsleden regelmatig aten, biefstuk tartaar. Wat ik het lekkerst vond, dat was als bij het bakken er wat uit die tartaartjes was gelopen en bruin was gestold. Dat had een soort zoutige smaak. Jaren later, toen ik al deels vegetarisch at, kwam ik erachter dat dat waarschijnlijk bloed was dat bij het bakproces uit de tartaar tevoorschijn kwam, nog voordat de krokante laag aan de buitenzijde was ontstaan. Een van de laatste keren dat ik vlees heb gegeten was op het station van Nijkerk, niet ver vandaan van waar ik woon. Ik had iemand in de regio geïnterviewd en ik was hongerig op weg naar huis. Ik had per huis geen brood meegenomen of ik had dat inmiddels op en ik rammelde werkelijk van de honger.
De bus stopte net voor 6 uur bij het treinstation, waar de wisselwinkel om precies 6 uur sloot. Nog net had ik de kans om voor sluiting een broodje gezond uit de koelkast daar te graaien. En toen ik het had betaald en buiten stond, zag ik pas dat er ham op het broodje zat. Ik bedacht me, nou ja, het beest is toch dood. Het maakt geen verschil of ik die plak ham nou uit principe in de prullenmand kieper of dat ik die gewoon toch opeet. Bovendien vind ik ham absoluut niet vies. De eerste jaren dat ik vegetariër was, ging ik daar heel pragmatisch mee om. Ik at alleen vegetarisch als ik over hetgeen ik at zelf besliste. Niet dat ik zo meegaand was, maar ik vond dat als ik bij kennissen ging eten, dat ik dan niet degene die zo aardig was om dat eten te maken met extra werk moest opzadelen. En zo had ik meestal alleen vegetarisch als ik of mijn vriendin het eten maakte. En zeker in een restaurant, waar in de betere restaurants het vegetarisch eten vaak beter is dan de rest. Als je me vraagt waarom ik vegetariër ben, dan kan ik dat niet zo heel goed aangeven. Ik ben er wel over begonnen met nadenken over het dierenleed. Ik beschreef dat zo pas ook al. Daarnaast vind ik het slecht voor het milieu. Ja, en ik ben een van die mensen die nog wel in een milieuprobleem gelooft. Pas later kwam ik erachter dat vegetariërs volgens onderzoek eigenlijk ook 7 jaar langer leven dan iemand met dezelfde achtergrond die wel vlees eet. Dat hoeft overigens niets met vlees eten te maken te hebben. Vegetariërs zijn vaak mensen die hoger zijn opgeleid. Die leven sowieso langer doordat ze meer op hun gezondheid letten. Daarnaast loop je bij wat strikter vegetarisch eten ook een risico op bepaalde tekorten, met name vitamine B12 en ook aan ijzer. Dat is gemakkelijk op te lossen, maar je moet er wel aan denken en dus denk je als vegetariër wat beter na over wat je eet. Mensen die vegetarisme niet zo goed kennen, denken vaak dat vegetarisch eten mogelijk niet goed voor je gezondheid is. Ze stellen dat de mens niet is gemaakt om vlees te eten, bijvoorbeeld omdat dit bij de evolutie nooit een rol heeft gespeeld. Over het algemeen zijn er behalve de dingen die ik hiervoor al noemde geen nadelen bekend. Uit wetenschappelijk onderzoek is verder gebleken dat dementie, met name Alzheimer, bij vegetariërs veel minder voorkomt, waarbij nog niet is aangetoond dat dat ook komt doordat ze vegetariër zijn. In India wonen veel mensen die al sinds vele generaties om culturele en religieuze redenen geen vlees eten. Om die reden moet op alle eten in India een label staan dat ook voor analfabeten herkenbaar is. Een gesloten groene cirkel in een vierkant voor eten dat vegetarisch is en eenzelfde symbool in het rood als het niet vegetarisch is. In India wonen ongeveer 1,4 miljard inwoners. 31% daarvan leeft strikt vegetarisch, dus zo'n 434 miljoen mensen. En daar zijn geen bijzondere gezondheidsproblemen van bekend. Zoals al gezegd, ik ben niet dogmatisch in mijn vegetarisme. Goede vriendin van me bestelt in een restaurant waar ik iets vegetarisch bestel geregeld dingen als spare ribs. En als we dan samen aan de tafel zitten, heb ik daar geen enkel probleem mee. Zelfs merk ik dat ik in de loop der jaren wel preciezer word in het vegetarisme. Lange tijd at ik wel, zoals veel vegetariërs doen, 1 keer per week of 1 keer per 14 dagen vis. Dat ben ik waarschijnlijk langer blijven doen doordat een goede vriendin van me die veganistisch eet, dat wil zeggen ze gaat veel verder in het vegetarisme en gebruikt bijvoorbeeld ook geen leren tassen of schoenen, die kreeg te maken met de gevolgen van een vitamine B12 tekort. En dat kan behoorlijk ernstig zijn. Als je 1 keer per 14 dagen vlees eet, kreeg je genoeg B12 binnen om zoiets te voorkomen. Een paar jaar geleden zag ik een keer een reality-serie en een aflevering daarin over Urker vissers. Ik dacht dat het was bij de evangelische omroep. Ik zag die vissers toen dollen met vissen die ze net hadden gevangen. Die vissen lagen het daar op het droge te besterven en zij gingen er een partijtje met die stervende vissen over en weer gooien, waarbij die beesten hard tegen de vloer van de verwerkingsruimte, de apparatuur en de muren knalden. Ik vond het echt volkomen ongepast. Ik wilde daar geen deel van uitmaken en heb daarna dus nooit meer vis gegeten. En ik neem in plaats daarvan sindsdien een pilletje met vitamine B12, zoals ik die in een lage dosering daarvoor ook al nam, om de tekorten te voorkomen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar de toer.